Op donderdag waren er al diverse ijsbanen in de regio geopend en op vrijdagmiddag kwam daar de ijsbaan op de Wouderichemse gracht bij. Wethouder Bergsma controleerde het ijs voordat de baan openging voor publiek. Of gewoon erin, of niet? Ja. Als het goed is kun je met zij rijden. De... We werken volgens de KNSB-regels. Dan moeten wij een meetrapport houden van de hele week in het ijs. En op 9,5 centimeter met gezond ijs. Dan is de hoofd van de politie, burgemeester, nu loco-burgemeester, die komt checken. En dan mag die volgens de regels open. De ijsbaan is net geopend door de wethouder. Hoe dik is het ijs nu geworden? Het ijs is in 3 dagen tijd precies 10 centimeter. En dan is het veilig genoeg om erop te komen? Volgens de regels van de KNSB, dat is de Nederlandse Schaatsunie, is het met gezond ijs zoals het nu is, dus geen sneeuwijs, 9,5 centimeter. Dan hebben wij als vereniging toe gestaan om open te gaan. Ja. En je kan op de hele gracht hier schaatsen? Dat gaat helaas niet lukken, want we hebben halverwege de gracht... lint gespannen. Aan die kant de gracht ligt het zelfs nog open. De wind die houdt daar al heel de week een groot gat open. En het waait zelfs nog verder open als het van de week was. En er werd ook volop geschaatst in Rijswijk op de vijver langs de Almweg. En in Almel opende Sparta 82 de ijsbaan voor jong en oud.